Precies 6 maanden speelt Leon de Kogel nu in het zonnige zuiden, maar makkelijk was de overstap niet. En daarom, en ik had gewoon wat aanpassingsproblemen. Ik denk dat het niet heel gek is, want het is, ja, het is gewoon wel aardig ver van waar je vandaan komt. Het is mijn eerste keer dat ik buiten Utrecht kom eigenlijk. Dus daar had ik wel wat moeite mee en het een beetje wennen. Maar daarna is het alleen maar bergopwaarts gegaan, denk ik. De trainer van VVV Venlo is René Trost. En ook de Limburger zag dat de start van de verhuurperiode niet makkelijk was. Ja, een stukje inzet, een stukje mentale weerbaarheid. Daar hadden we toch zoiets van, goh, Leon, een man met zo'n lichaam, hè, zo groot, zou toch meer moeten kunnen? Nou, we hebben daar, ik met name heb daar met Leon behoorlijk wat gesprekken over gehad. Ook best wel pittige gesprekken. En ik kan zeggen dat hij zeker, net voor de winterstop, maar vooral na de winterstop, heb ik een andere Leon de Kogel gezien. Die in ieder geval gewoon energieker te werk gaat. En ook wel begrijpt dat er toch meer komt kijken dan alleen zijn techniek en zijn klasse die hij wel heeft. Hè, zijn schot. Het is nu dat je gewoon elke week weet je eigenlijk dat je gaat spelen. En ik wil je zoveel mogelijk goals maken. Natuurlijk het team altijd helpen. En ik ben veel sterker geworden. Je voelt gewoon dat je... Ja, beter wordt en dat is een heel fijn gevoel eigenlijk. Leon moest de strijd aangaan met oud-FC Utrechter Prins Rijkomar. Hij is nu de eerste keus van de trainer, toch zijn er nog wel wat verbeterpuntjes. Hij moet in principe voor zijn lengte en zijn, hij is toch een krachtig persoon, zou die wat meer, wat sterker moeten kunnen zijn en wat meer die echte duels moeten kunnen winnen. Want nogmaals, techniek heeft hij en als hij kan schieten, dan is het gewoon prijs, maar dat weet iedereen. Voetballen in de Jupiler League is op papier makkelijker dan in de Eredivisie. Toch moet het niveau niet onderschat worden. Het is vooral anders voetballen. Het zijn wat kleinere wedstrijden, maar je merkt wel dat het wel echt, zoals sommigen zijn, gewoon echt broodvoetbal is. Je ziet verdedigers achterin staan die voor weinig denk ik spelen en die kletsen er wel aardig in. Dat is wel een verschil. Het is minder tactisch en het is meer werkvoetbal eigenlijk. Hij heeft volgens mij maar één doel, dat is toch een keer de spits bij FC Utrecht te worden. Ja. En daar is heel veel voor nodig en daar moet hij heel veel voor doen. En ik denk dat hij nu op dit moment in de goede richting aan het gaan is. Niet alleen het voetbal was wennen, ook de Limburgers zijn anders dan de Utrechters. Ja, wel hele aardige mensen, alleen het zijn natuurlijk andere mensen wil ik ook niet zeggen, maar ze praten soms, als ze samen praten, praten ze heel anders. Versta je er niks van, is het Duits, Belgisch, alles door elkaar denk ik. En dat is het enige verschil, maar verder helpen ze hier allemaal. En we hebben natuurlijk ook veel jongens van buitenaf in het team. Waar VVV Venlo onbekend staat is natuurlijk de cool en de bekende trap naar het veld. Ja, het was meer eigenlijk na de training. Als je een hele zware training gaat, dan moet je ook nog die trap op. En het is wel een aardig stukje soms. Dus dat voel je wel in je benen. Maar je went er wel heel snel aan. En als je voor de wedstrijd naar beneden komt, is het wel mooi om te zien. Je kijkt precies op het veld. Het is wel leuk om mee te maken. Leon heeft het naar zijn zin in Limburg, maar hij mist natuurlijk ook de jongens van FC Utrecht. Het zijn gewoon vrienden van je geworden. Kai Heris was een hele goede vriend van mij natuurlijk, deed ik heel veel mee. Die jongens zie je gewoon veel minder. Heb ik nog een berichtje gehad als ik score. Of Jens Toornstra, Dave Bulders, al die jongens eigenlijk wel een beetje. Die sturen nog wel wat berichtjes soms.